Oh, hey, daar ben je al. Ik was even de houtkachel aan het voorbereiden, want het is buiten zulk guur weer. Ik dacht, die steek ik even aan. Maar ja, nu je er toch bent, laat ik je direct de woning even zien. Want we zijn hier in een prachtige jaren 30 woning aan de Oude Dijkstraat, nummer 11. Met heel veel leuke pluspunten. Ik neem je graag even mee. We zijn hier begonnen in de woonkamer dus. Vuurtje moet je er nog even bij denken, maar het is vandaag dus een donkere, gure dag. Maar nog steeds heb je door de grote raampartijen lekker veel licht in deze woning. Dus kun je voorstellen als de zon er wel bij is. Het is mooi zitten zo. De woning is op veel plekken grondig aangepakt. Ik heb een hele lijst meegekregen van de verkopers wat er allemaal wel niet gedaan is. In grote lijnen is er voornamelijk in 2013 bijzonder veel geïnvesteerd. Onder andere een nieuwe keuken, nieuwe badkamer, cv-ketel, maar natuurlijk ook algehele afwerking. Hier zien we dan de keuken, die is opengemaakt. Hier zat een muur, die is dus op deze manier mooi betrokken bij de woonkamer. En er is in 2013 dus een fraaie keuken neergezet. We gaan straks de tuin bekijken, maar achter jou zie je twee mooie openslaande deuren. Die dus voor extra veel licht zorgen, ook op een donkere dag als dit. Maar die zomers natuurlijk ook lekker open kan zetten, waardoor je in wezen een enorme verlenging van je woonkamer hebt. We gaan gauw boven kijken, ga je mee? Hier in de hal zit onder deze laminaatvloer zit nog een ouderwetse granito vloer. Je voelt het dus erg stevig. Ik moet daarbij zeggen, hij is flink. Je moet er nog flink aan de slag. Want er zit een behoorlijke lijmlaag op die je dus er nog van af zou moeten halen. Wil je hem weer mooi hebben. We gaan naar boven. Op deze verdieping vinden we twee slaapkamers en een mooie badkamer met een toilet, een wastafel, een inloopdouche, een lichtbad en vloerverwarming. Hier is de slaapkamer aan de achterzijde van de woning. En dan hier de slaapkamer aan de voorzijde van de woning. Deze slaapkamer is nog voorzien van een bijzonder ruime vaste kast. Je kunt er inlopen, dus ja, noem het maar een inloopkast. Hier nog een grote vaste kast. En in deze kamer vinden we de wasmachine en een opgang naar de tweede verdieping. Dit is nu een vaste trap, maar hij is wat steil. Het is eigenlijk een steektrap die is vastgezet. Wil je het comfortabeler, dan zul je hier misschien moeten investeren in een luiere trap. Ja. Hierboven is nog een mooie ruimte ontstaan toen dit gerenoveerd is. Je kunt het voor verschillende doeleinden gebruiken. Werkplekje bijvoorbeeld. Maar ook hier staat nog een logeerbed. Er is heel veel bergruimte voor het stallen van verschillende spullen. Natuurlijk cv-ketel zit hier achter. En hij is mooi afgewerkt. Het is mooi hoor. We gaan in de tuin kijken. Zo, ik heb al genoeg gezegd over het slechte weer van vandaag. Maar je kunt je voorstellen als het mooi weer is, wat voor een fijne tuin dit is. Want voor Zuidbegrippen is het wel een erg grote tuin. Hij is gelegen op het noordwesten. Dus ja, omdat hij zo groot is, heb je voldoende mogelijkheden om lekker in de zon te zitten. Maar ook wel een schaduwplekje te vinden. Hij is voorzien van een mooie ruime stenen schuur, maar ook nog een overkapping ernaast. Waar ik even gebruik van maak om lekker te schuilen. Waar je ook nog je fietsen eventueel neer kan zetten als je meerdere fietsen hebt. Ik ga gauw weer terug naar de houtkachel. Wil je deze woning graag zien? Plan dan gewoon een bezichtiging met Jip Makelaars. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.